Ik denk dat dat velen kan helpen tegen somberheid. En je ziet hier een paar mensen die buitengewoon somber zijn in deze situatie. Het is zo dat sommige mensen de situatie veel beter kunnen hanteren dan anderen. En dat komt omdat er een variatie is in de activiteit van onze stresssystemen. Sommige mensen die krijgen door hun genetische achtergrond en door hun vroege ontwikkeling zulke sterk werkende stresssystemen, dat ze bij een moeilijke situatie die bij de meeste mensen boosheid of irritatie geeft, in een depressie kunnen schieten. En dat zie je in deze periode ook gebeuren. En de vraag is of muziek daarbij kan helpen. Tchaikovsky is het voorbeeld van een ander soort depressie. Dat is een depressie die afhankelijk is van het seizoen. Tchaikovsky kreeg zijn depressieve periodes vooral in de winter, een seizoensdepressie. Weer een ander soort depressie was het probleem bij Robert Schumann. Hij had manische depressiviteit, hij was bipolair. En dat wil zeggen dat er afwisselend stemmingstoornissen waren die naar depressie gingen, grote somberheid, suïcidepogingen. En vervolgens kwam hij uit de depressie en ging hij naar een hypomanie en soms naar een manie. En hier zie je de tweede helft van zijn leven uitgezet van 1829 tot 1856. En daarbovenop de werken die hij in die verschillende jaren gemaakt heeft. En dan zie je dat hij hier een suïcidepoging deed en heel weinig produceerde. Dan gaat hij naar een manische periode toe, een hypomane fase, waarin hij vreselijk veel produceert. Dag en nacht werkt en heel mooie muziek maakt. Daarna gaat hij weer naar een depressie toe. Hij produceert in 1944 niets. En vervolgens kabbelt hij daar weer uit en komt in een periode van hypomanie. Produceert weer enorm veel werken. Gaat naar een depressieve periode toe, springt in 1954 in de rivier de Rijn, wordt nog gered door een paar voorbijgangers en verblijft nog 2 jaar in het instituut totdat hij overlijdt. En dit zie je, je ziet dus die enorme stemmingswisseling van Schumann, die ook terug te vinden zijn in zijn muziek. En dat zullen we straks horen. U begrijpt het, het is niet zo dat muziek nou ook betekent voor dit soort ernstige beelden meteen enorme oplossingen betekent, maar je kunt wel iets zeggen over het geweldige effect van muziek op je stemming in het algemeen. En dat is ook wat u speelt, hè, dat u wat depressieve symptomen heeft, somberheid, misschien wat meer angst heeft, zonder dan meteen te spreken over manische depressiviteit. En dan is het leuk om dat met u te delen. En een van de dingen die heel erg beschreven is wat betreft de muziek, is verwachting, expectation. En wat bedoelen ze daar dus mee? Het volgende, vrij logisch. U luistert naar een prachtig stuk muziek en u weet, er komt een moment dat u denkt, ja, dat is waar ik op gewacht heb, dat is wat ik zo mooi vind aan dit nummer, aan die melodie. En dan komt dat moment. En dat moment is het grote beloningsmoment. In feite wat u hier ziet, is het beloningssysteem. Hier ziet u weer de hersenstam en hier bovenin liggen heel veel gebieden. Eén daarvan is de bron van dopamine. Dus op het moment van die verwachting maakt u heel veel dopamine aan, want u denkt, ja, het gaat komen, het gaat komen, het gaat komen. En die dopamine die straalt helemaal uit naar frontaal, hier zit uw neus. Prachtig mooi, we kunnen hem even laten draaien. Frontaal wordt dan zeer geactiveerd en op het moment dat dan die verwachting wordt ingevuld, ja, dan maakt u opiaten aan, een soort morfineachtige stoffen. En u denkt, ja, dit is prachtig. We kunnen even kort helpen, geef even ons dat dopamine en opiaten moment. Vaak als de bas daalt, dat is een soort verwachting, moet je horen. Ik zal het laten horen. Ja. Voelt wat het betekent dat je werkt, oh ja, daar komt het weer. En het mooie is dat als de frontaal op geactiveerd wordt, dat is een lastige stap, dan gaat er een signaal terug. Door die activatie zendt hij een signaal naar beneden als het ware, en dat ziet u hier.
En dat signaal loopt naar die amandelkern, waar we het al eerder dik en negatief over hadden. En die amandelkern is gevoelig voor angst. En wat doet dat signaal? Dat remt op die amandelkern. Dus als u zich afvraagt, hoe kan het dan dat ik me wat beter voel als ik naar muziek luister, een beetje minder angstig, een beetje minder somber, dan ziet u hier al meteen een fantastisch fenomeen. U kunt zich afvragen, is dat elke keer hetzelfde dan met die frontale, of zijn er in andere gebieden betrokken bij als je naar mooie muziek luistert, naar Cor, dan luistert naar alle andere muzici hier overigens luisteren. Jawel, hier ziet u bijvoorbeeld een voorbeeld van de kleine hersenen. De kleine hersenen reageren heel erg goed op het ritme van de muziek, de timing. Maar ook als het is, de muziek is met chills, hè, zoals we het net even hadden, en al hiervoor met het cellist en hiervoor met vader en dochter. De chills, elke keer weer. En dan doen die kleine hersenen ook mee. En wat is het aardige, is dat er al indicaties zijn waaruit blijkt dat die kleine hersenen, als actief worden, ook een beetje meehelpen met de remming op die amandelkern. Moeten nagaan. Uit verschillende kanten kunnen we de systemen beïnvloeden en dan wordt het echt een stuk beter qua stemming.